Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Uitzending 638 begint met liederen vol blijdschap over de redding van de Heere God. Na een korte terugblik op vorige keer beginnen we aan Psalm 110. Tijdens de vorige uitzending lazen we Psalm 107, 108 en 109. Na de roep om bevrijding, waar deel 4 mee eindigde, gaat Psalm 107 in op die bevrijding. Het lied vertelt over de terugkeer van het volk naar het eigen land. Het koningschap van Davids familie leek verdwenen tijdens de ballingschap. Maar in de Psalmen die nog komen, zullen we zien dat de beloften van de Heeren niet verloren zijn gegaan. Er is hoop en uitzicht voor het huis van David. In dit deel van de Psalmen vinden we ook liederen die gebruikt werden tijdens de grote feesten van Israël. Er is een serie pelgrimsliederen en heel bekend is natuurlijk Psalm 119, de langste uit de Bijbel. Het is een grote wijsheidspsalm die de liefde voor de Torah van de Here bezingt. Het boek eindigt met vreugdevolle liederen over Davids koningschap en gaat langzamerhand over naar het slot, waarin alleen nog plaats is voor lofprijs aan de koning der koningen. In de laatste vijf psalmen, die het hele boek afsluiten, gaat het alleen om de eer van God. Psalm 107 is een gemeenschappelijk danklied voor de bevrijding uit verschillende moeilijke en benauwde situaties. Er zit een diepere betekenis achter de terugkeer naar het eigen land. Daarmee bedoelt de schrijver ook de terugkeer naar de Heere God. Daar gaat het ten diepste om. Hij laat zien wat de gevolgen zijn. Er komt weer ruimte om van harte te lofzingen. Er komt rust en vrede in de harten van mensen. Hij roept de mensen op om anderen te vertellen over het goede dat de Heer in hun leven gedaan heeft. Tot slot spoort de dichter aan om de lessen uit moeilijke situaties niet te vergeten. Wie wijs is, ziet de goedheid en zegeningen van de Heer niet over het hoofd. In het Nieuwe Testament wordt vele malen naar Psalm 110 verwezen. In het Nieuwe Testament wordt deze psalm aangehaald met het oog op Jezus Christus. Dat roept de vraag op of deze psalm direct messiaans is of indirect, waarbij het lied in eerste instantie betrekking heeft op een koning in Israël. Met name vers 4 over het priesterschap is moeilijk in te passen in het bestaande beeld van een toenmalige koning. Toch is het, net als bij de andere psalmen, ook belangrijk na te gaan wat de betekenis van het lied was in de tijd van de Israëlieten. Ook de verwantschap in formuleringen met de aanspraak van koningen in Egypte en Assyrië pleit voor de opvatting de inhoud in verband te brengen met het koningschap in Israël. Ten slotte is het ook van belang dat de psalm vooral spreekt over een gewelddadige strijd en de overwinning op de vijanden, terwijl in het Nieuwe Testament de nadruk ligt op de erepositie, het priesterschap en de betekenis voor de gemeente op aarde. Op grond van deze overwegingen gaan we in de uitleg in eerste instantie uit van het koningschap van David. Maar daarbij blijkt ook dat in deze dynastie dit profetische woord niet volledig tot vervulling is gekomen. Door de plaats in het Bijbelboek Psalmen, en een tijd dat het koningshuis van David niet meer mocht regeren, is het duidelijk dat er uitgezien werd naar een toekomstige heerser die de inhoud van deze Psalm zou realiseren, namelijk Jezus, de Messias. Psalm 110 versen 1 tot en met 3. Een Psalm van David: De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige schepter uit vanuit Sion en zegt: Heerste midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. In de context lijkt het aannemelijk dat een profeet een woord van de Heer overbrengt aan David, zoals Nathan in 2 Samuel 7. Daarbij blijft het mogelijk dat de psalm van David zelf afkomstig is. Het is onduidelijk wanneer de professie uitgesproken is. Vanwege de relatie met Egyptische en Assyrische troonsbestijgingen van koningen is wel gedacht aan een troonsbestijging. Maar omdat David al koning werd over Juda en heel Israël voordat Jeruzalem werd veroverd en voordat Sion een centrale betekenis kreeg kan dit in dit geval niet bedoeld zijn. Psalm 110, vers 4 De Heere heeft gezworen hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Er volgt een nieuwe profetische uitspraak. De Heer verklaart in een onherroepelijke eed dat Sions vorst ook priester zal zijn. Dit kan niet het gewone priesterschap zijn, want dat komt toe aan het geslacht van Aaron uit de stam van Levi. Toch is het wel waar dat koningen in Israël bepaalde rechten hadden in de eredienst en daar soms ook leiding aan gaven. Als we het priesterschap dat hier genoemd wordt, betrekking laten hebben op een Israëlitische koning, kan niet meer dan die beperkte bevoegdheid in combinatie met het koningschap zijn bedoeld. Vervolgens wordt dit priesterschap verbonden met Melchisedek, koningpriester in Salem, in de tijd van Abraham. In Hebreeën 7, vers 3 staat dat Melchisedek zonder vader, zonder moeder en zonder geslachtsregister was. Met andere woorden, als koning en priester had Melchisedek geen erfelijk recht op deze waardigheden. Door een speciale benoeming die gepaard ging met het zweren van een eed, is hij aangesteld. In de brief aan de Hebreeën wordt uitgebreid ingegaan op het priesterschap van Jezus Christus. En daarbij wordt verwezen naar Psalm 110 vers 4. Omdat Jezus uit het geslacht van Juda is, kan hij geen gewone priester worden. Dat is voorbehouden aan de nakomelingen van Aaron. De vereiste afstamming ontbreekt, maar net als Melchizedek kan hij wel priester worden door een bijzondere aanstelling met een eedswering. Psalm 110, versen 5 tot en met 7. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem, die het hoofd is, over een groot land. Hij dringt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Psalm 110 werkt het priesterschap niet uit, maar gaat verder met militaire overwinningen in het verlengde van de eerdere versen. Hier blijkt dat de koning actief betrokken is in de strijd. Meer dan in het leven van andere koningen zijn deze overwinningen werkelijkheid geworden in het leven van David. Toch moet het beste nog komen. In Psalm 110 komt naar voren dat de Heer een speciale relatie heeft met de koning in Sion. Hij schenkt aan de koning een erepositie en gebruikt hem om zijn volk te beschermen en de vijanden te vernietigen. De koning ontvangt ook priesterlijke voorrechten op een wijze die Melchisedek had. Israël heeft steeds het diepe besef gehad dat de Heer de God van de hele aarde is, en dat Hij het waard is overal gediend te worden. Uiteindelijk zal met alle tegenstand worden afgerekend, hoe gewelddadig dit ook op ons overkomt. Het gaat uiteindelijk om Gods recht op aarde. Daarom is er geen tegenstelling tussen koningschap en priesterschap. In Isaiah 42, vers 4 lezen we over de taak van de Messias, de dienaar van de Heer. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op hem hebben gesteld. In de tijd van David waren er talrijke overwinningen, maar zelfs in zijn tijd zijn niet alle perspectieven van Psalm 110 vervuld. Er wordt een koning getekend die al het gewone verre te boven gaat en een bijzondere, wereldhistorische en wereldomvattende plaats inneemt in Gods heilsplan. Het werd in de loop van de geschiedenis steeds minder aannemelijk. Dat een aardse koning uit het geslacht van David deze vergezichten zou verwezenlijken. Des te meer reden was er om uit te zien naar de grote zoon van David, op wie deze psalm wel geheel van toepassing is. Er is geen enkele psalm die zoveel in het Nieuwe Testament geciteerd wordt als psalm 110. Zo wordt het eerste vers in het Nieuwe Testament aangehaald om de erepositie van Jezus aan Gods rechterhand aan te geven. Vanuit zijn positie aan de rechterhand van God schenkt Jezus de Heilige Geest. Bekering en vergeving van zonden. En is hij met zijn gemeente op aarde. De positie aan de rechterhand van God houdt een hogere plaats in dan de engelen hebben. Dit betekent ook dat Jezus Christus heer is over alle aardse en geestelijke machten. Ook over de vijandige engelenmachten en de Satan. In 1 Korinthe 15 staat dat Christus als koning moet heersen totdat de Vader al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Zelfs de laatste vijand, de dood, wordt overwonnen. We gaan verder met Psalm 111. Dit is een Hallelujah Psalm voor de werken van God. In het Hebreeuws is het een volmaakt acrosticon, wat we in onze Nederlandse vertaling niet zien. Hiermee begint een serie van drie Hallelujah Psalmen. Deze psalm prijst God voor Zijn werken en ook voor Zijn verlossing, wat het nieuwe lied is dat in de hemel gezongen zal worden. Het oude lied is het lied van de schepping, het nieuwe lied is het lied van de verlossing. Beide staan in deze psalm. Psalm 111, versen 1 tot en met 3. Halleluja, ik zal de Heer loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de Heer zijn groot. Zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. De psalm begint met Halleluja, dat betekent prijs de Heer. De dichter wil de Heer met zijn hele hart loven, en dat te midden van de gelovigen. De basis voor deze lofprijzing wordt gevormd door de grote daden van de Heer. Daarmee wordt meestal verwezen naar Gods grote daden in de schepping en de geschiedenis. Daarbij moeten we vooral denken aan Gods daden met betrekking tot de geschiedenis van Israël. Deze worden groot genoemd omdat ze zijn goddelijke macht illustreren. Ze worden overdacht door allen die er vreugde in vinden. Macht, heerlijkheid en majesteit zijn koninklijke eigenschappen. Deze rechtvaardige daden in het verleden bieden zekerheid voor de toekomst. Aangezien de Heere onveranderd blijft. Psalm 111, versen 4 tot en met 6. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. De dichter kijkt terug op het verleden. De Heere heeft ervoor gezorgd dat zijn wonderdaden worden herinnerd. Hierbij kunnen we onder andere denken aan het Pascha. Degenen die de Here vrezen, ontzag en liefde voor hem hebben, heeft hij voedsel gegeven. Al snel gaan de gedachten ook uit naar de zorg van de Heeren in de woestijn met manna en kwakkels. De kracht van Gods daden bleek ook bij de intocht onder Jozua uit de verdrijving van de Canaanieten. Hun bezittingen vielen toen in handen van het Joodse volk. Zo heeft de Here zijn beloften aan Abraham vervuld. Psalm 111, versen 7 tot en met 9. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund voor eeuwig en voor altijd. Want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. In deze versen gaat het om de morele inhoud van de daden van God. Al Gods werken zijn waarheid en rechtvaardigheid. Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Ze zijn goed om na te leven. Zijn geboden staan voor altijd en eeuwig vast. Psalm 111, vers 10. De vrezen des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die er naar handelen, hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Laten ook wij de Heren om Zijn werken prijzen. Alles wat Hij heeft gemaakt, is geweldig groot. Ze zijn groot in Zijn schepping en tonen Zijn almacht en Zijn eeuwige wijsheid. Ze zijn zelfs groter in Zijn verlossing, die Zijn gerechtigheid, eer en heerlijkheid laat zien. Ten slotte zal de dag komen waarop verlossing en vervulling zal gaan en alles onder zijn voeten wordt gelegd. Dan zullen de verloste volken en de schepping zelf zijn lof zingen. Halleluja! We gaan verder met psalm 112. Dit is nog een van die prachtige Halleluja-psalmen. En hij is ook als een acrosticon in het Hebreeuws geschreven, wat we in onze Nederlandse vertaling missen. Alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet worden in deze psalmen opgenomen. De nadruk ligt op het prijzen van God om Zijn gerechtigheid. Vanwege Zijn gerechtigheid moet God zonde oordelen, want God is rechtvaardig en juist daarom moet Hij met zonde afrekenen. De dag zal komen waarop Hij de dingen recht zal zetten, en ik wil dat Hij de dingen recht zet. Ik zou graag de dingen in mijn eigen leven rechtgezet willen zien. Jij ook? Dit is iets om Hem voor te prijzen. Psalm 112, vers 1. Halleluja. Welzalig de man die de Heer vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Veracht zijn geboden niets, ze zijn een spiegel en zullen je laten zien wie je echt bent. Ja, dat is wat zijn geboden zullen doen. Maar tegelijkertijd zullen ze ook laten zien dat je niet gered kunt worden door ze te houden. Ze laten zien dat je een redder nodig hebt. Psalm 112, versen 2 en 3 Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Het geslacht van de oprachten zal gezegend worden. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Zijn gerachtigheid houdt voor eeuwig stand. God zal nooit gerechtigheid tekortkomen. Hij heeft er een goede voorraad van. Onze God is rechtvaardig. Psalm 112, vers 4. Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. We weten echt niet hoe goed God is. Als we het deden, zouden we veel vaker Halleluja zingen. Psalm 112, versen 5 tot en met 10. Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent. Hij behartigt zijn zaken volgens getracht. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is standvastig. Hij vertrouwt op de Here. Zijn hart wordt ondersteund. Hij zal niet bevreesd zijn, totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. Hij deelt mild uit. Hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Zijn hoorn zal met eer opgeheven worden. De goddeloze zal het zien en toornig worden. Knarse tandend zal hij wegteren. Wat de goddelozen verlangen, zal vergaan. De boodschap van Psalm 112 is dat de man die de Heer vreest, gezegend zal worden, en dat hij tot zegen van zijn medemens zal zijn. Praktisch gezien is dat wel ingewikkeld, aangezien vaak het tegendeel het geval lijkt te zijn. Toch is er altijd zegen in het leven van een gelovige. Dat uit zich niet altijd op materieel een lichamelijk gebied, maar wel op geestelijk gebied. Psalm 112 zegt dat de gelovigen uiteindelijk eer zullen ontvangen, maar dat de wens van de ongelovigen zal vergaan. Bezit en rijkdom als zegeningen kunnen we niet zomaar overzetten naar deze tijd. Wel dat een moreel goed gedrag leidt tot een gezegend leven en dat wij hier en uiteindelijk in het Koninkrijk van God ontvangen. We gaan verder, Psalm 113, versen 1 tot en met 9. Halleluja, loof dienaren van de Heere, loof de naam van de Heere. De naam van de Heere zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de naam van de Heere geprezen. De Heere is verheven boven alle heidenvolken, boven de hemel is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde, die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil? om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van zijn volk, die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin, een blijde moeder van kinderen. Halleluja. De psalm verkondigt Gods majesteit en verhevenheid. Dit kan verbonden worden met het zenden van Jezus Christus. In de zoon heeft hij in het bijzonder zijn barmhartigheid, liefde en genade laten blijken. Inhoudelijk is het een lastig punt dat niet iedere onvruchtbare vrouw moeder wordt, en niet iedere geringe uit het stof verheven wordt. Sterker nog, heel vaak gebeurt dit niet. Hoe is dit te rijmen? Ongetwijfeld was dat in Israëls tijd ook al zo. We moeten hier dan ook met name denken aan een getuigenis van Gods macht en zijn concrete daden. Mogelijk heeft de dichter dat in de eigen omstandigheden meegemaakt. En is er daarom behoefte aan deze lofprijzing. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Cousement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.